In Lake Heisel, along the coast of the Nordoostpolder, wind farm Westermeerwind is being built. A project which has been a long time in the making. Het idee om hier een windpark te bouwen is al in 1995 ontstaan. De initiatiefnemers bedachten toen dat het niet goed zou zijn om in de Noordoostpolder verspreid bij elke boerderij een windturbine te zetten. Dat zou het gebied onleefbaar maken. Veel slimmer om hier in het IJsselmeer een windpark te bouwen waar iedereen straks ook in kan participeren. Windpower has become even more important since then. In 2013, the Dutch government, business and environmental organizations agreed to step up investments in renewable energy. According to Ed Nijpels, chairman of a committee set up to monitor progress, this goal cannot be achieved without wind power. Nederland loopt vreselijk achter. We staan op de 25e plaats als het gaat om duurzame energie, samen met Cyprus en met Malta. We moeten een sprong maken van 4,5% nu, in 2015, naar 14% in 2020 en 16% in 2023. We moeten dus een geweldig gat overbruggen. Nou, daarvoor is windenergie essentieel. Een derde van dat gat wordt opgevuld door windenergie. Kortom, zonder windenergie dan wordt het energieakkoord een mislukking. Na alle jaren van voorbereiding is dit echt het jaar van de waarheid. We gaan 48 windturbines in het IJsselmeer bouwen die voor 160.000 huishoudens stroom kunnen opleveren. Onder regie van Siemens als hoofdaannemer zijn op dit moment de voorbereidingen in volle gang. We zijn verantwoordelijk voor de totale bouw van het windpark en daarna ook voor het 15 jaar onderhoud. De planning is dat de eerste turbines eind 2015 energie gaan leveren. What is involved in building this wind farm? First of all, a dam has been built to guide ships safely past the wind farm. Sheltered by this dam, an attractive habitat for birds, fish and bottom-dwelling animals will develop. Behind the Westermeer dike, a transformer station has been built. Underground pipes have been dug through the dike. This will house the 6 export cables that will bring the electricity on land, where it will be transformed and forwarded to TenneT's high-voltage grid. In March and April, 48 monopile foundations will be installed. They will be driven into the lake bed to a depth of around 30 meters and equipped with concrete platforms. Then cables will be pulled through the underground pipes. Each cable will connect a group of around 8 turbines. During the summer, wind turbines will be installed and commissioned. First, the tower parts, then the nacelle, and finally the full rotor, including the 53-meter long blades. Finally, the remaining cabling and automation will be installed, and in the autumn of 2015, the turbines can start generating power. Wij doen het project niet alleen. Wij werken daarbij samen met Nederlandse bedrijven als onderaannemer, waaronder Van Noord en Mammoet voor de fundaties en installatie van de windturbines en VBMS voor de kabelaansluiting naar het transformatorstation. Het is voor ons daarbij ook een belangrijke uitdaging om dit toch wel complexe werk om met alle verschillende partijen te coördineren en te zorgen dat het op een veilige manier kan gebeuren. The project will also boost the regional economy. Nou, zowel bij de ontwikkeling als bij de bouw wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van bedrijven ook uit de regio. Ook in de onderhoudsfase levert het werk op voor technici. The local community stands to benefit too. Ongeveer een jaar na realisatie wordt het mogelijk voor alle inwoners van Urk, Noordoostpolder en voormalig Lemsterland om financieel te participeren in het windpark. According to Ed Nijpels, this option perfectly reflects the spirit of the Dutch Energy Agreement. De bewoners moeten erbij betrokken worden. Ze moeten ook iets aan die windmolens hebben. Het mooie van het initiatief is dat het een lokaal initiatief is. Daar ben ik er ook zo blij mee, omdat we met dit soort voorbeelden ook in de rest van het land kunnen zien dat die soms tegenstrijdige belangen van exploitanten, maar ook van de omgeving, dat je die eigenlijk heel goed met elkaar kunt verenigen als je het op een verstandige en op een redelijke manier aanpakt.